Alkmaarse kaas uit het vuistje. Een handelsmerk dat jaarlijks tienduizenden mensen naar de beroemde kaasmarkt lokt. Wel, de kaasmarkt staat centraal in deze aflevering van De Sterkste Man van Nederland. Op en rondom het schilderachtige wagenbouw worden 8 zware onderdelen afgewerkt die uiteindelijk moeten leiden tot de titel De Sterkste Man van Nederland. Verdediger van deze titel is nog steeds Simon Wulfsen. Zal Wulfsen, die bovendien ook nog sterkste man van Europa is, er opnieuw in slagen om zijn titel te verdedigen? Of krijgt hij een opvolger? Eerste deelnemers, laten we beginnen met de eerste sterkste man van Nederland. In 1979 behaalde hij die titel. En nu, 5 jaar verder, is hij inmiddels 47 jaar. Het is een powerlifter en natuurlijk kent u zijn naam Gerard Dupri. Als tweede hier de lichtste man van het gezelschap. Hij weegt maar 110 kilo. Ook hij is al eens sterkste man van Nederland geweest. Dat was in 82. Werd vorig jaar Europees kampioen en was derde bij de wereldcompetitie in Nieuw-Zeeland. Dit is powerlifter Simon Wulfsen. Slager, wat ben je mager? Dat geldt niet voor deze 32-jarige slager uit Katwijk, Kees de Vreugd. Hij raakte vorig jaar bij de sterkste man van Europa ernstig geblesseerd, terwijl hij toen uitstekend in de race lag. De sterkste man van Europa-competitie haalde deze man vorig jaar net niet. Vlak achter Kees de Vreugd eindigde hij in de kwalificatie en werd slechts als reserve aangewezen. Voor het eerst bij de sterkste man van Nederland, de 32-jarige Rotterdammer Ab Wolders. 28 jaar is Gerard Admiraal. Hij is al 9 jaar actief in de krachtsportwereld en legde zich gaandeweg steeds meer toe op het powerliften. Wekelijks werkt hij gemiddeld 12 uur aan zijn conditie. Met zijn kracht en lengte van 2,10 meter is deze man erop gebouwd om beduidend meer te sjouwen dan bijvoorbeeld een dienblad met bier. En toch is dat zijn beroep. Daar het monsterafkomstige 28-jarige Ted van der Parre is namelijk ober. Een thuiswedstrijd speelt Leo Kok. Hij is 26 jaar, doet pas 3 jaar aan powerliften, is in de klasse tot 113 kilo Nederlands kampioen kniebuigen en komt dus uit de K-stad Alkmaar. Deze laatste van de 8 deelnemers is de 35-jarige Jan de Vries. Hij komt uit Ilpendam en van deze man valt eenvoudig te verklaren waarom hij zo sterk is. Jan is namelijk autosloper en dat doet hij volgens de kenners gewoon met zijn blote handen. Wanneer u een wandeling maakt door Alkmaar, en dat is op zichzelf best de moeite waard, dan komt u langs het huis met de kogel. Het verhaal wil dat tijdens het beleg in 1573 een Spaanse kogel dwars door het huis van mandenmaker Jan Arendszoon suisde. Het projectiel miste op een haar het wiegje en boorde zich tot grote ontsteltenis van de gehele familie in de vloer van de opkamer. Het eerste onderdeel van dit programma roept een navrante gelijkenis op met deze gebeurtenis. We gaan namelijk kogelslingeren. De veiligheid van de Alkmaarders is echter in dit geval gewaarborgd, want we doen het in een zandbak van 20 meter lengte. En dit is die zandbak uitgelegd op de kaasmarkt. De kogel waarmee geworpen wordt weegt 15 kilogram. En u ziet van alle deelnemers de beste worp. Ze mochten 2 keer gooien. Dit is Ab Wolders, de 32-jarige Rotterdamse powerlifter. Zijn eerste worp 9,74 meter. En nu 9,82 meter. Titelverdediger bij deze uitgave en sterkste man van Europa nu Simon Wulfsen uit Dordrecht. Eerste poging 7,82 meter en nu 8,24 meter. Een nieuw gezicht ook, de 26-jarige Leo Kok uit Alkmaar, eveneens een powerlifter. Het is al gezegd, Kok is in de klasse van 113 kilogram Nederlands kampioen kniebuigen. Een van de 3 onderdelen bij het powerliften. Bij zijn eerste poging 5,31 meter en nu 6,68 meter. Hij komt dus duidelijk tekort bij de vorige 2. Dan nu het bekendste gezicht bij de sterkste mannen, Gerard Dupri, inmiddels 47 jaar. Beste poging 7,13 meter. De langste man van het gezelschap, de 2,10 meter lange Ted van der Parre uit Monster. Ja! Goeie worp, zijn beste 8,87 meter. De sterkste slager van Nederland, ongetwijfeld Kees de Vreugd uit Katwijk, de 32-jarige powerlifter. Ook een goede worp. De beste worp, Nadie van Wolders, 8,91 meter. Dan de kleinste man van het gezelschap, de 35-jarige 1,68 meter lange Jan de Vries, een autosloper uit Ilpendam. Aanvankelijk reserve, maar hij moest aantreden omdat Steinbach geblesseerd was en zijn worp niet slechts 7,80 meter. De laatste dan, de 28-jarige uit Rotterdam afkomstige 110 kilogram wegende Gerard Admiraal. Ook een powerlifter. En voor hem 9,60 meter. Ab, je collega's noemen jou de grote outsider met veel mogelijkheden.
Misschien, als je outsider bent, is dat nooit zeker natuurlijk. Het zijn vreemde onderdelen, nieuwe onderdelen. En, maar we zien hoe het gaat. Je maakt er het beste van en daarna kan je pas wat zeggen. De uitslag van het eerste onderdeel dan. 1 Ab Wolders, 2 Gerard Admiraal, 3 Kees de Vreugd, 4 Ted van der Parre, 5 Simon Wulfsen, 6 Jan de Vries, 7 Gerard Dupri en 8 Leo Kok. Een blik op de kaasmarkt van Alkmaar. Het tweede onderdeel is een aantocht. Ja, ja, ja! Een beetje schreeuwen, de kaasdragers. Toeristische trekpleister van Alkmaar, u kent dat, het gesjouw met de kazen. Hier worden ze naar een boot gebracht. 1 kaas weegt, u ziet dat, 60 kilo. Het is niet een echte, het is een autoband met cement. Geel geverfd, want we gaan natuurlijk niet smijten met eten. Eerste serie, 8 kazen liggen daar op die boot. Die moeten naar die berry worden gebracht, ofwel een draagbaar. Die eerste serie gaat tussen rechts Simon Wulfsen en links Leo Kok. De tweede voor Wulfsen. Dit onderdeel dus de variant van het meelzakken laden of het vaten laden. Dit is Wulfsen. U kent hem met dat lange haar. 110 kilo en dit is Leo Kok. De vierde daar op de berry voor Simon Wulfsen. Tijd linksonder in uw beeld. Kok iets langzamer. Een slopend onderdeel. 5 nu voor Wulfsen. En daar past de 5e voor Kok. Aanmoedigingen voor hem, hij komt het Alkmaar. Nummer 6 voor Wulfsen. Behoudt de voorsprong, wordt ook niet groter. Nog 2 voor Simon Wulfsen, de huidige sterkste man van Nederland. Die titel verdedigt hij hier. Dan gaat hij op weg naar de laatste kaas. Kok heeft daar problemen. Wulfsen op weg naar de finish. En daar valt die laatste kaas uit zijn vuistje. Zijn tijd 1:20. Hier, Simon. Zwaar? Ja, heel erg zwaar. Hier, ik was van mijn armen. Zelfde blessure weer? Ja, dat had ik al verwacht. Ja, je had het wel verwacht, Simon Wulfsen. Dat was de eerste serie. We komen nu midden in de tweede serie binnen. Een serie die gaat tussen Ted van der Parre, rechts, deze man, boomlang, dodelijk vermoeid. En deze oude, tussen aanhalingstekens, Gerard Dupri. Ze zijn al over de tijd van Simon Wulfsen heen. En het is puur afzien wat Dupri hier doet. Laatste kaas voor Ted van der Parre. U ziet het weinige profiel er op die autobanden, die dan kazen heten. Je moet er niet mee in de regen gaan werken. 1:56, dat is de tijd voor Ted van der Parre. 36 seconden langzamer dus dan Wulfsen. En Dupri is nog niet klaar. Nog even en dan is dat karwei geklaard. 2:12, 13. Kom op Gerrit. En met 2:16 is ook hij klaar. Hoe is Gerard? Slecht. Je kost alles. Je kost alles. Je kost lucht. En lucht, en nog eens lucht. Ben je kapot? Ik ben helemaal kapot. Ik heb even zwaar zonder wel. Die oorgenaar. Die sterkste man van de politie. Het is een verschrikking. Ik geloof het best wat Dupri daar zegt. Derde serie, daar komen we ook weer midden in. Een serie die gaat tussen Kees de Vreugd en Jan de Vries. De Vries met een lichte voorsprong, deze man, de auto's lopen dus. Ook zij al over de tijd van Wulfsen heen, u ziet dat. Lichte achterstand voor Kees de Vreugd. De laatste kaas nu voor Jan de Vries. Redelijke tijd toch, 1:35. En de vermoeidheid duidelijk op het gezicht van Kees de Vreugd, 1:40. Dus Kees? God, hè. Zuurstof hier voor Jan de Vries. Je hebt met het kogelslingeren goed meegedraaid. Dus is dat de garantie voor dit onderdeel ook? Nou ja, ik probeer alles eraan te doen om zo goed mogelijk mee te draaien. En die prestatie van Simon Wulfsen te verbeteren. Wat heb je eraan gedaan om je een beetje op voor te bereiden op dit onderdeel? Zeg dan niet dat je niks gedaan hebt. Conditioneel heb ik er echt niks aan gedaan.
ja, een kracht, dat, ja, dat moet er gewoon zitten. Want de voorbereiding van Sterkste Man van Nederland, dat is erg kort geweest. Gerard Admiraal dus moet aantreden in de laatste serie tegen die man daar voorop, Ab Wolders. Beste tijd nog steeds van Siem Wulfse, 1.20. Wolders heeft nog twee kazen. Kan in de buurt komen. 1 minuut 6. En op weg naar de laatste. Achterstand duidelijk zichtbaar voor Admiraal. De tijd dringt voor Ab Wolders. En dan gooit hij die kaas en zichzelf over die barrie. Maar de tijd is hetzelfde als die van Siem Wulfse, 1.20. Admiraal is hier klaar, 1.32. De uitslag dan van het kaasladen. Ab Wolders en Siem Wulfse samen winnaar. Daarvoor dus beide 7,5 punt. Daarachter de Vries 6, Admiraal 5, Kok 4, De Vreugd 3, Van der Parre 2 en Gerrit Dupri 1 punt. Je moest het spits afbijten en toen je 1.20.19 had gerealiseerd. Wat dacht je toen? Is dat goed genoeg? Ja, daar was ik dolgelukkig mee. Nou, of het goed genoeg was, wist ik niet, want ik onderschat gemens. Maar ik was te dik tevreden op dat moment, want ik had gerekend dat ik niet tot de achtste kaas zou komen. Wolders is ook een rakker, hè? Ja, hij is een hele sterke jongen. En dat is normaal. Hij traint erg wat ervoor en doet overal zijn best voor. Hij staat er voor 100% achter. En dat is hartstikke belangrijk en daar haal je de kracht uit, hè? Ondervind je hem de grootste concurrent, denk je? Nou, op het moment vind ik iedereen een grote concurrent voor me. Maar als ik in vorm zou zijn, is dat mijn grootste concurrent. Ab, ik zie aan je gezicht dat deze prestatie je niet in je koude kleren is gaan zitten. Nee, het is vreselijk. Het is zoiets heb ik nooit meegemaakt. Je ziet ze wel eens afgaan, denk je, nee, dat is niet te doen. Ik vind hem buiten mijn kaas lekker, maar ik heb wel een kaas meer zien. Goed, Ab, dan maar de stand naar twee onderdelen. Eerste Wolders 15,5 punt, tweede Admiraal 12, derde Wulfse 11,5 punt, vierde samen De Vries en De Vreugd 9 punten en verder Van der Parre 7, Kok 5 en Dupri onderaan met 3 punten. En opnieuw een prachtig totaaloverzicht van de plek waar zich deze competitie afspeelde. De kaasmarkt met zijn beroemde wagenbouw en de badbrug op de voorgrond. Het derde onderwerp betreft het kazentillen. Wolders mag daar geen kaas meer kunnen zien. Hij zal ook hier zijn tanden weer in Alkmaars favoriete product moeten zetten. De eerste man, Leo Kok uit Alkmaar, de man die dus een thuiswedstrijd speelt. Links onderaan, u hebt het al gemerkt, de tijd in beeld. Hakken Leo. Hou vast Leo. Aanpas het niet op. Niet op. Kom op, Leo. Netjes, kom. Aanpas, Leo. En dit is dan de eerste tijd, 32 seconden. Gerard met 3 punten op een laatste plek. En dat vind ik persoonlijk een zeer bescheiden plek. Ja, dat is het zeker. Gaat niet zo goed. Het gaat niet zo goed tussen al deze sterke jongens. Maar er komen nu onderdelen. Daar moet ik punten mee halen. Je hebt ervaring met het accu tillen en dit is een variant ervan. Maar je zit met een ander probleem. Je kunt je arm niet helemaal strekken. Nou, dat zit vast. In de loop der jaren is dat vastgekomen door die korte krachtinspanning. Door die sporten. Maar ja, dat is geen punt, want ik heb het met de jury over gehad. Hij mag iets afwijken als je maar gestrekt blijft. Je hebt ooit nog eens een keer gezegd, ik blijf tot zonsondergang blijf ik staan. Wat doe je met die kazen? Ik blijf staan tot de wachttoren weer begint te luiden. Dupri, de 47-jarige veteraan uit Heer Hugo Waard, die zo'n beetje alle zeeën van de krachtsport heeft bevaren. Vorig jaar werd hij in Canada nog wereldkampioen powerliften bij de veteranen. En hij noemt zichzelf dan ook met recht de sterkste opa van Nederland. 32 seconden dus, de tijd van Leo Kok. Wat kan Dupri? Onder de tijd van Kok dus 26 seconden en op zijn verzoek speelt dan ook het carillon van de waag. Volgende deelnemer, Ted van der Parre, de 28-jarige horecamedewerker uit Monster van der Parre, is 3 jaar geleden begonnen met powerlift en werd vorig jaar uitgeroepen tot de sterkste man van Zuid-Holland. Dat is dus over de tijd van die Dupri heen.
Hier 32 over de tijd van Leo Kok. En dan zijn tijd 43 seconden. Nou, je krijgt op een gegeven moment kramp in je benen. Door het tutje met je kont, hè, die plank moet blijven met je schouders. Dan gaan je benen verkrampen, dus dan concentreer je eigenlijk niet meer op je arm. Dan ga je zakken met je arm in. En dan, dat gaat niet meer. Dan houdt het op. Wie wordt je grootste bedreiging nu? Nou, ik zag met de Europese kampioenschap Kees de Vreugd. Denk hij wel over mij gaat. Bescheidenheid of realiteitszin voor Van der Parre, we zullen het zien. Kees de Vreugd die presteerde inderdaad uitstekend bij dit onderdeel tijdens de Europese aflevering van De Sterkste Man vorig jaar in het Openluchtmuseum in Arnhem. Nou, het is niet te geloven, precies 1 seconde meer dan Van der Parre, 44 seconden voor De Vreugd. Jan de Vries dan, de powerlifter, die af en toe ook nog figureert in Nederlandse speelfilms. Zo speelde hij onlangs nog een rolletje in Parfait d'Amour. Hou vast. Niet er nog weer denken. Kom op, Jan. Wat hebben ze aan? 10. Kom op. Hou vast. 15. Kom op. Hou vast. Hou vast, Jan. Kom op. 20. Hou vast. Niet er nog weer denken, Jan. Kom op, Jan. Niet er nog weer denken. Kom vast, hou vast. 25. Hou vast. Bijten. Kom op, Jan. Bijt vast. Kom op, Jan. Bijt vast. Kom op. Zijn tijd 32 seconden, dezelfde tijd als die van Leo Kok. De volgende dan, Gerard Admiraal. Is hij in staat om de tijd van Kees de Vreugd 44 seconden te verbeteren? Admiraal draait tot nu toe geweldig mee, staat tweede in het tussenklassement. Daar gaat hij. Over de tijd hier van Kok en Jan de Vries. Dat is een tijd, een goede tijd, 38 seconden, maar onder De Vreugd en onder Van der Parre. Dan nu de leider van het algemeen klassement, Ab Wolders uit Rotterdam. Niet. Ook hij komt niet verder dan 38 seconden de tijd van Gerard Admiraal. En De Vreugd is dus nog steeds de beste. Maar dan nu Wulfse, de laatste. Ook Wulfse kan ver komen bij dit onderdeel. En dat heeft hij in het verleden al bewezen. Man met een grote ervaring. Tweemaal de sterkste man van Nederland. Tweemaal de sterkste man van Europa. Waar hij aan meegedaan heeft. En eenmaal die wereldfinale in Nieuw-Zeeland. Hou vast, Sim. Hou vast, Sim. Ga goed zo. Hou vast. Ga goed zo. Hou vast. 25. Kom, hou hem. Hou even. Denk er aan. Hou hem maar. Even houden. 30. Kom op. Hou hem. Hou hem, Sim. Ga goed. Hou hem. Hou. 35. Maar ook Wulfse laat het enigszins afweten. Ook hij komt niet verder dan 36 seconden.
De uitslag derhalve 1 de Vreugd, 2 van der Parre. Gedeeld 3 Admiraal en Wolders. 5 de Wulfse. Gedeeld 6 Jan de Vries en Leo Kok. En 8e Gerard Dupri. De tussenstand nu na 3 onderdelen. 1 Wolders, 21 punten. 2 Admiraal, 17,5 punt. 3 de Vreugd, 17 punten. En 4 de Wulfse, 15,5 punt. Spannend dus. Een onderdeel dat zich altijd in een grote populariteit verheugt, dat is het zogenaamde vrachtwagentrekken. Toch hebben we daar nu een variant op bedacht. De deelnemers moeten nu een locomotief voortrekken. Ja, u hoort het goed. Een echte locomotief van maar liefst 23,5 ton. Uniek, dat zult u moeten toegeven. En om helemaal compleet te zijn, dit betreft de locomotief die dagelijks dienst doet op de museumlijn Horen-Medemblik. We gaan dus gezellig locomotiefje trekken, maar ga er maar aan staan. Het ding is 23,5 ton, het traject is 25 meter. We laten de snelste 5 zien. Gerard Dupri is hier al geweest, die had 38 rond. En dit is Ted van der Parre, die ober dus. Een sterke kerel, je kunt dat zien. Eén tip, als die man bij u aan tafel komt om af te rekenen, geef hem onmiddellijk tenminste 20% fooi. En hij heeft wat problemen met dat mullenzand hier, dat is duidelijk. Nogmaals die tijd van Dupri. 38 seconden rond. U ziet daar rechts die lijn. Als je die aanraakt, dan ben je er. Dan stopt de tijd. Daar is Van der Parre er bijna bij. Strekken en raken. 37,5 seconden. Voor dus op Dupri. Dan Kees de Vreugd. Het schreeuwen. Het kracht maken. En het opjuinen van de coaches, de begeleiders. Af en toe omhoog komen. Proberen vaart te maken en vooral de vaart erin te houden. De tijd van Van der Parre was 37,5 seconden. De Vreugd zit goed, is er bijna. Hier raakt hij dat lint 34 seconden rond. De snelste tot dusver. Ammoniak voor Jan de Vries, daar word je weer helemaal helder van. Bevestigt dat ook. Hij is op weg. En luister eens naar die coach. Het kom op is niet van de lucht. Het helpt. Beste tijd is dus nu van Kees de Vreugd. 34 seconden rond. Nou zal Jan de Vries snel door moeten gaan. Hij haalt het niet, maar kan dan nog uitkomen op een goede tijd. Hier is hij er, 36,8 seconden. Dan slaan we Admiraal over met 39,7 en Leo Kok met 37,9. Dit is Ab Wolders, leider dus van het tussenklassement. Een sterke man voor een locomotief, gaat hier letterlijk en figuurlijk als een trein. Ook hij heeft die tijd van de Vreugd in zijn hoofd. 34 rond. Gaat goed. Maar hij ziet toch ook over die tijd heen van Kees de Vreugd. 1 seconde langzamer doet hij het. 35 rond. En dan die kleine man. Siem Wulfse, geblesseerd dus. Aan zijn arm. Dat zag u in Arnhem vorig jaar. Bij de sterkste man van Europa. U zag het in Nieuw-Zeeland bij de sterkste man van de wereld. En hij heeft er nog steeds last van. Maar die armen hoeft hij hier niet te gebruiken. Alleen de benen, het bovenlichaam. Ook hij heeft last van dat mullenzand. Ploegend daar. Door het zand van Alkmaar. Bij het Centraal Station. 34 rond, nog steeds de beste tijd van Kees de Vreugd. Wat doet Wilson? Die is sneller. 33,5 seconden. En dit is de uitslag. Winnaar Wolse dus, gevolgd door de Vreugd, Wolders, De Vries, Van der Parre, Kok, Dupri en Admiraal. En dat leidt tot de volgende stand na 4 onderdelen, anders gezegd na de eerste dag. Wolders aan kop met 52 punten, 27 liever gezegd, tweede De Vreugd en derde Wolse. Nog redelijk dicht bij elkaar dus die eerste 3. Daarachter Admiraal, Van der Parre, De Vries, Kok en Dupri. We staan aan het begin van de tweede dag. Een nieuwkomer, Ab Wolders, gaat aan de leiding. En dat is een knappe prestatie van de Rotterdammer.
Het eerste onderdeel van deze dag is weer geïnspireerd op een dagelijks beeld uit de rijke historie van Alkmaar. Werden in het verleden via deze muur de kazen omhoog getakeld om vervolgens te worden opgeslagen in een pakhuis? Thans moeten de deelnemers een 130 kilogram wegend plateau, eveneens met kazen, bevestigd aan een touw, zo hoog mogelijk omhoog trekken. Simon, de sterkste man van Nederland, jij hebt als enige ervaring met dit onderdeel. En daarom kun je waarschijnlijk ook wel verklaren waar het op aankomt bij dit onderdeel. Ja, nou, in Nieuw-Zeeland was het zo, zat er geen rem op. Dus dan ben je eigenlijk met je gewicht ook tel mee. Hier zit er een rem op, dus je bent hier allemaal gelijk. Hier gaat het echt om kracht. Gewicht van het plateau dus 130 kilogram. De eerste man die zich daarvoor aandient is Ted van der Parre. En dat is de tijd 20/16e seconde. En hoe verhoudt zich die tijd tot de anderen die nog moeten komen? Kees de Vreugd. Lange halen daar, Kees de Vreugd, dat is natuurlijk belangrijk. En daar komt de tijd 17-2, iets sneller dus dan van de Parre, wat heet 3/14e seconde sneller. Het startschot dan voor Jan de Vries. ...2/20 seconden langzamer dan de Vreugd en ook langzamer dan van der Parre. Volgende Gerard Admiraal en de Vreugd is dus nog steeds de snelste met 17/20 seconden. Agressief Admiraal, fel, krachtige jongen, doet goed mee. En daar zijn tijd, een goede tijd, 18/17 seconden, langzamer dan de Vreugd, maar wel sneller dan de Vries en dan van der Parre. Dan nu de leider van het algemeen klassement, Ab Wolders. Wat kan hij? Wat een bewegingstempo. Kijkt u eens. Lange halen, zeer belangrijk. En hij kan inderdaad veel, 15 seconden, verreweg de snelste tijd tot nu toe. En dan het startschot voor de titelverdediger Simon Wulfs. 15 seconden is dus de tijd van Wolders waarop wij ons richten. En net 17e seconde langzamer dan Wolders, maar natuurlijk een uitstekende tijd voor Simon Wulfs. De Alkmaarder nu Leo Kok, de op één na laatste man van het klassement. Kom Leo, kom! En dat is de tijd, geen slechte tijd, 17/19 seconden, de vierde tijd tot nu toe. Dan nu de laatste man, Gerard Dupri. Daar gaat hij over alle tijden van de andere deelnemers heen. Het is duidelijk, Dupri moet een stapje terug doen. En dit is een uiteindelijke tijd, 35 seconden. De uitslag. Opnieuw eerste Ab Wolders, tweede Wulfse, derde de Vreugd, vierde Kok, vijfde Admiraal, zesde van der Parre, zevende Jan de Vries en achtste Gerard Dupri. De stand na 5 onderdelen, 1 Wolders, 35 punten. Tweede nu Wulfse met 30,5 punten. Derde de Vreugd met 30 punten en vierde Admiraal met 22,5 punten.
Dan het zesde onderdeel en dat heeft met melkbussen te maken. Daarom hier vast een glaasje melk voor de deelnemers. En sportarts Harm Kuipers heeft vanuit Amerika laten weten dat hij hiertegen ook geen bezwaar heeft. Die nieuwe krachten. Nee hoor. Melk meer mans. En de vrouwen meer kans. Had ik het mijn hele leven maar gedronken. Ik ben nou kampioen geweest. Wijze woorden van de heer Dupri. Gelukkig gezegend met een gezonde dosis humor. Eerste serie van het slalommen met melkbussen. Melkbussen die aan een juk zitten, u ziet dat. Die serie die gaat tussen Kees de Vreugd en Jan de Vries. 100 kilo per bus. Om die pylonnen heen. Parcours is 20 meter en de tijd stopt pas als die bussen in de gaten zitten. Dat ziet u daar. De Vreugd is er eerder bij. 18/1 seconde. En daar is de Vries. Die is nu klaar. Zijn tijd 19,5. Stutten zou je kunnen zeggen van de knieën daarnet. Tweede serie tussen Admiraal en Wolders. Dit is Gerard Admiraal. Die wiebelt met die gewichten. Zou je ook even neer moeten zetten. En dan raak je uit balans. Deze man gaat beter. Dat is Wolders. Wolders is hier al op het schavot. Goede tijd 17,9. Admiraal daar past erbij. Zijn tijd hier zichtbaar. Snelste tijd dus voor Ab Wolders, 17,9. Tweede plaats is voor Kees de Vreugd met 18,1. Ja. Er zijn dus hier vier man voor nodig. Voor die twee bussen, voor die 200 kilo plus dat juk. Sterke mannen doen dat in hun eentje. Wedstrijdleider Wout van der Toren met het startschot voor de derde serie. Dit is Siem Wulfsen. Hij moet uitkomen tegen Leo Kok. Die is hier zichtbaar. Ook hij wiebelt. Wulfsen gaat beter. Gestaag doorgaand nu. Ene bus in dat gat, dan de andere. 19,1. En 20,7 voor Leo Kok. Het wordt hier allemaal opgeschreven. Beste tijd nog steeds dus voor Ab Wolders. En dan aandacht voor de vierde en laatste serie tussen Gerard Dupri en Ted van der Parre. Van der Parre al meteen iets voor. Voor op deze man, Dupri. Waar blijf je, Gerrit? Laat nog eens wat zien. Kijk eens hoe lang die is, Ted van der Parre. Heeft geen moeite om die bussen van de grond te houden. Met zijn 2,10 meter. 19,4 is zijn tijd, niet slecht. En ook hier, wat later, komt hier Gerard Dupri aan. 23,5. Misschien niet zo snel, maar toch zeer charmant. De uitslag van het zesde onderdeel. Wolders eerste, de Vreugd tweede en Wulfsen derde. En verder dan Van der Parre, de Vries, Kok, Admiraal en Gerard Dupri. Wolders suggereert, nu is mijn rol afgelopen. Nu komt de beurt aan Simon Wulfsen met de boomstammen en de touwtrekken. Nou, daar ben ik gedeeltelijk met hem eens. Boomstammen heb ik vorige keer gewonnen. Maar daar is Kees en Gerrit ook erg goed in. En touwtrekken. Dat moet ik nog maar afwachten, want ik ben vrij licht en dan tegen die zwaardere jongens, dat weet ik zo net nog niet. Bij de stand zien we nog steeds Ab Wolders aan de leiding op 6 punten afstand van Kees de Vreugd. Wulfsen staat er weer kort bij en dan valt het grote gat. Van der Parre, Admiraal, de Vries, Kok en eenzaam onderaan Dupri met 8 schamele puntjes. Maar Gerrit is nog niet geklopt, al hebben zijn oude botten natuurlijk wel te lijden van al dat zware werk. Het zevende en voorlaatste onderdeel in de boomstammen. Een gekend onderdeel waarvoor Dupri zich nog eens extra aan zijn schouder laat behandelen. Wel, Wulfsen lijkt gelijk te krijgen. De strijd heeft zich inderdaad ontwikkeld tot een spannend onderonsje tussen de Vreugd, Dupri en Wulfsen zelf. De rest is eruit. De Vries, Admiraal en Wolders kwamen tot 110 kilogram. En Leo Kok en Ted van der Parre lieten het bij 100 kilogram. En hier de taak 120 kilogram voor Simon Wulfsen. En hier het uitstoten. Nog vrij gemakkelijk, maar u ziet pijn in zijn schouder. Dupri, eveneens voor 120 kilogram. U ziet het, en het is de derde maal al dat het niet gaat bij Dupri. Dat kost natuurlijk ongelooflijk veel kracht als dat misgaat.
Maar Dupri heeft nog tijd over, want voor elke poging staan 90 seconden. Zich nog kleiner maken. Wil daar onder die stand komen, dat voorrollen gaat goed. En dan het uitstoten. Het is ongelooflijk. Hij redt het na 4 pogingen. Ik heb weinig karakter. In deze sport heb ik karakter. Dat moet en als je allemaal. Er zit geen eerste plaats in. Maar dit wil ik winnen. Een snuifje vlugzout of iets van soortgelijke strekking moet nu de vreugd over de barrière van 120 kilogram heen helpen. Ongelooflijk, een pure demonstratie van kracht hier van Kees de Vreugd. Simon Wulfsen dan, 125 kilogram. Even een tussenstationnetje, het hoofd doet pijn, dat kan ik u verzekeren. Stoot uit, maar niet gestrekt en dus niet voldoende. En hier wordt Kees de Vreugd nog een beetje gemasseerd. Tijd nog over voor Simon Wulfsen. En dan definitief niet. Een nieuwe barrière, 135 kilogram voor Gerard Dupri. 125 en 130 waren nog geen probleem voor deze 47-jarige veteraan. 135 kilogram. Echt een gewicht dat internationaal ook zeer tot de verbeelding spreekt. En dan hier. Kijk eens, een demonstratie van pure kracht. De Vreugd dan voor 135 kilogram opnieuw. 15 jaar is het verschil tussen hem en Dupri. 32 jaar Kees de Vreugd, deze Katwijker. En hij zou het zelf beschamend vinden als hij dit gewicht niet omhoog zou brengen. Ja, kom op, maar één keer. Stil staan, kom op, hè. Kom op, kom op. Oké, kom op. Dat is een training, denk ik. Nee, weer op dat hoofd. En dan ineens vrij gemakkelijk dat laatste zetje. Ongelooflijk. Goed de Vreugd, ook geslaagd voor 135 kilogram. 140 kilogram nu van Gerard Dupri. Nice. En naar de borst. Ja. En rust! Rust! Ja. En ook hier weer goed. En dan een referans als toegift. De Vreugd dan voor 140 kilogram. 135 kilogram hebben we gezien, ging niet gemakkelijk. En dan pijn in zijn schouder. En dat betekent eigenlijk dat via iets heel simpels Gerard Dupri toch winnaar is geworden van een onderdeel. Ja, nou, ik ben er echt blij mee. Ik bedoel, de atletische nummers die ken ik, heb ik gewoon uithangen van al. Daar ben ik misschien in de jaren even te oud voor. Maar echt een krachtonderdeel, nou, dat legt me bijzonder goed. En ondanks dat je dan zo'n onderdeel wint, neem je het besluit om niet meer mee te doen. Verklaar dat eens. Nou, ik heb een hele fijne competitie al gevonden en ik heb nu 7 keer meegedaan. 3 keer van Europa, 3 keer van Nederland, 1 keer van de wereld. En ik vind, het is echt de top van Nederland waar ik nu tussen zit. En er zijn enorme sterke jongens en daar kom ik echt
iets te kort om verder te gaan met dit. En voordat ik misschien een blessure oploop hier of daar mee, is mijn besluit definitief om niet meer als sterkste man van Nederland mee te doen. En wat moeten we dan met de naam Dupri? Kijk, ik zit er een. En dat wordt hem. De uitslag. Op de eerste plaats voorlopig nog de oude Dupri. Tweede De Vreugd, derde Wulfsen, vierde De Vries, Admiraal en Bolders en vijfde Kok en Van der Parre. De stand na 7 onderdelen. 1 Wolders, 47 punten. 2 De Vreugd, 44 punten. 3 Wulfsen, 42,5 punt. En 4 De Admiraal, 28,5 punt. En dan nu het laatste onderdeel, het altijd weer fascinerende touwtrekken. Zit er nog een verrassing in? Ab Wolders lijkt een riant uitgangspunt te hebben. Van 3 punten voorsprong op Kees De Vreugd en 4,5 op Simon Wulfsen. Maar het zal niet voor het eerst zijn dat juist het laatste onderdeel iets in petto heeft. Het touwtrekken dus, traditioneel het laatste onderdeel van Sterrenslag, van Superstars ook wel eens. En ook van deze sterkste man. Eerste serie, Wulfsen tegen Ab Wolders. De nummer 1 dus van het tussenklassement met nog 1 onderdeel te gaan. Deze man, de touw zit aan een gordel. De deelnemers mogen niet met de handen verpakken. En Sim Wulfsen geeft het hierop, te zeer geblesseerd is hij om verder nog partij te geven. Wolders dus een ronde verder. Makkelijk gedaan. De gebaren van Wulfsen zo langzamerhand vertrouwd. Te veel pijn aan die arm. Niet doorgaan dus. Gerrit Dupri dan. Tweede serie tegen Gerard Admiraal. Admiraal rechtsonder. Deze man in moeilijkheden. Furieus is deze Dupri. Terreinwinst. Admiraal vlak bij die bak nu. Klaarmaken voor onder water. En dat gaat hier gebeuren. Goeie prestatie van Gerrit Dupri. En nu is er pas duidelijk waarom er in Alkmaar zo vaak dubbel geparkeerd wordt. Iedereen wil natuurlijk een bon van deze dame. Ze is volgens zeggen je beste vriend. Derde serie, Leo Kok, deze man. Tegen Ted van der Parre. Als die achteruit gaat hangen, dan pakt hij dat gewicht gewoon. Dan houdt hij stand en daar heeft Kok last mee. Ploegt zich hier vast in dat zand. Aanmoedigingen van mevrouw van der Parre. Even in onbalans, Ted. En dan gaat hij het helemaal klaarmaken nu. Van vermoeidheid liggend. En Kok, buiten beeld, stapte hij in het water. Winnaar van de derde serie dus, Ted van der Parre. En de rikketik van Leo Kok is nog prima in orde. Vierde en laatste serie dan. Jan de Vries en Kees de Vreugd. De autosloper die af en toe ook eens naar de spuiterij gaat, zo te zien. Linksboven Kees de Vreugd. Dit is Jan de Vries. Petje gaat af. De Vreus is sterk. Moeilijkheden nu voor Jan de Vries. Voorovervallend, de microfoon rakend. U hoorde dat. Vlak bij dat water nu. Vertwijfelde opmerkingen. Wat moet ik nou? Weinig meer, vrees ik. Nog even, Kees. Laatste haal en daar is de Vries in het water. Goed, de halve finalisten zijn bekend. Dit is de eerste halve finale. Gerrit Dupri tegen Ab Wolders. Een zalfje moet dat worden natuurlijk voor die Ab Wolders. Zo'n klein manneke, Dupri, 47 jaar. 16 jaar ouder of 15 jaar ouder dan Wolders. Geen probleem dus. Wolders achteruit, dat is gunstig. Dupri vlak bij die bak. Nog even en hij zit in het water. Het gezicht wordt paars. En dan toch Wolders in de problemen. Kijk eens even. Toch schitterend wat Gerrit Dupri hier doet. Komt goed terug. En Wolders geeft het hierop. Hij kan ook niet anders. Strandaan Dap. Zegt u? Strandaan. Ja, het ging allemaal zo hard en een beetje onbehouden. Op,
En Gerrit de Vries, beest van de vent. Ja. Goed, dan. Beest van de vent, hier. Ben je dat? Dit is toch goed? Ja. Hey. Noord-Holland tegen Zuid-Holland. Moet dat in mijn eentje dan ondergaan niet? Gerrit Dupri dus in de finale. Dit is de tweede halve finale. Kees de Vrug staat daarin. En dit is Ted van der Parre. Touw moet precies in het midden. De gebaren zijn duidelijk. En dan mag er begonnen worden. Kijk uit Kees, die microfoon die daar in het zand ligt, die heeft geld gekost. Van der Parre, standvastig. Weer moeilijkheden voor Kees de Vreugd. En dan heeft hij het geleerd, staat over die microfoon heen. Maar moet wel opgeven, ook deze man dus in de finale, Ted van der Parre. Eindstrijd dus, bij het touwtrekken, het achtste en laatste onderdeel. Wie zit er daarin? Linksboven Gerrit Dupri, rechtsonder deze Ted van der Parre. Achteruit gaat hij en dat is gunstig. Niet verpakken met die handen. Je armen fixeren en dan achteruit stappen. En dan heeft Dupri het echt lastig. Moet naar die bak toe en springt er nu in. Hij verliest hier de finale, maar deed die twee laatste onderdelen uitstekend mee. Zet er maar bier in. Drok hem eigen lucht. Hier is de uitslag van het laatste onderdeel. Van der Parre wint en krijgt 8 punten. De mensen daarachter, Dupri, De Vreugd, Wolders, De Vries, Admiraal, Kok en Wulfsen. De strijd is gestreden, we gaan de prijs uitdelen. Of liever gezegd, dat doet zij, Miss Holland, Nancy Nede. Op dat moment had ze die titel pas 2 dagen. De derde plaats, de al geblesseerd aan dit toernooi begonnen, Siem Wulfsen. Hij is dus nu ontroond. Derde prijs, een bronzen hangertje met een vuist. U zult dat later beter zien. De gouden uitvoering dan. En dan op de tweede plaats, een eervolle tweede plaats voor de berensterke slager Kees de Vreugd. Hetzelfde ritueel. Het zilveren hangertje dus. Bloemen voor de camera en zoenen maar. Laatste krachtsinspanning van Kees de Vreugd. Achter die bosbloemen, dit is natuurlijk mevrouw de Vreugd. En dan de nieuwe sterkste man van Nederland, Ab Wolders. Een belofte voor toekomstige competities in deze sfeer. Hij is sterk, atletisch en vol met zelfvertrouwen. Wolders. Nog één keer kijken naar de eindstand nu. Wolders uiteindelijke score bedraagt 52 punten, De Vreugd 50 en Wulfsen 43,5. Van 4 tot en met 8, Van der Parre, Admiraal, De Vries, Dupri en Kok. Het doek valt dus voor Gerard Dupri. Geen optredens meer van de man die jarenlang de uitzendingen van De Sterkste Man kleur heeft gegeven. De toppers zijn hem nu gewoon te sterk, maar deed het al die jaren fantastisch. I'll be back. I'll be back.